Bij deze vraag willen ze dat we twee dingen gaan berekenen. Bij vraag A wordt gevraagd om het getal wat bij B hoort te berekenen. En wat we weten is dat we een formule hebben waarvoor geldt I is 2x het graad plus die onbekende B keer x plus 7. Dus we hebben deze formule bijna compleet. We missen alleen nog de B. En om die B te berekenen geeft ze ons één extra gegeven, namelijk dat die hele grafiek door het punt 5,17 gaat. Dus er is een plek waarbij de x 5 is, dat dan met i 17 is. Bereken b. Wat we hier moeten doen is eigenlijk vergelijkbaar met wat we hebben gedaan bij de lineaire functies. Of wat we bij twee opgaven eerder hebben gedaan bij het trappen tegen de bal. Wat we moeten doen is, als we kijken naar deze functie, dan zien we dat we drie dingen hebben die onbekend zijn, namelijk de i, de x en de b. Voor de i en de x kan ik een oplossing vinden door tijdelijk deze getallen in te vullen. Immers heb ik hier één bekende x en daarbij behorende i-waarde. Ik ga dus als eerst opschrijven, de som 17 is gelijk aan 2 keer 5 in het kwadraat. Plus b keer 5 plus 7. En mijn excuses voor mijn schrijven deze. Nou, dit gaan we oplossen. En dat kunnen we nu ook oplossen omdat we alleen maar getallen hebben en maar één onbekende, namelijk de letter b. Nou, wat ga ik doen? Ik schrijf even om. Ik ga eerst die 5 in het kwadraat uitrekenen. Nou, 5 in het kwadraat is 25. En daar komt bij 5 keer b plus 7. Ik heb hier nog 2 keer 25 staan, dus die ga ik nu uitrekenen. 2 keer 25 is 50, dus ik krijg 50 plus 5 keer b plus 7. En deze 50 en deze 7 die kan ik samenvoegen. Dan krijg ik 17 is 57 plus 5b. En ik kan ook in zijn geheel van deze 57 afkomen door deze 57 af te trekken. Als ik dat doe, dan hou ik hier alleen 5b over. Als ik het hier weghaal, moet ik dat daar ook doen. Ik moet dus de som maken 17 min 57. Daar komt uit min 40. En die min 40 is gelijk aan 5b. Echter wil ik 1b weten, dus ik deel het geheel nog een keertje door 5. En dan krijg ik b is gelijk aan min 8. En we hebben daarmee het antwoord op vraag A. B is min 8. Bij vraag B hebben we een vergelijkbare som, alleen is nu niet de b de onbekende, maar a. En opnieuw krijgen we één bekend punt. De strategie is hier dan ook hetzelfde, alleen berekenen we nu een andere letter. Wat gaan we invullen? Dus we hebben de formule i. Nou, de formule hebben we hebben formule i is a x in het kwadraat min 3x plus 5. En daar gaan we dingen die we weten invullen. Dat is die min 2 en die 8. Dus ik ga zeggen 8 is a keer min 2 in het kwadraat min 3 keer het getal min 2 plus 5. Allereerst ga ik dit stukje oplossen. Min 2 in het kwadraat wordt 4. Dus ik krijg een taal 4a. Ik kan dit stukje oplossen. Min 3 keer min 2 wordt plus 6. En daar komt nog een keertje bij, plus 5. Deze som kan ik vereenvoudigen naar 8 is gelijk aan 4a plus 11. Ik kan van deze 11 afkomen door hem hier weg te halen. Omdat er een plus had, moet ik het aftrekken. Als ik het rechts aftrek, moet ik dat links ook doen. Ik krijg dan rechts 4a en links 8 min 11 is min 3. Ik wil echter niet 4a weten, ik wil 1a weten. Dus ik moet links en rechts delen door 4. En in dit geval krijg ik a is min 3 gedeeld door 4. En als je dat als komma getal wil opschrijven, komt er uit min
0,75. En we hebben daarmee ook het antwoord voor vraag B. En we zijn daarmee klaar met deze vraag. Op naar de volgende.